bellen. Ja, de 5 great guitars waren hier net. Ik heb weer helemaal energie gekregen. Even om door mijn 2 uur dipje heen te komen. Aan tafel zit inmiddels Jan-Willem van der Schoot, decorontwerper. Onder andere van Vis-a-Vis, grote buitenprojecten. Ja. Vertel even kort, wat doe jij zo? Deed jij zo? Met Vis-a-Vis zit er eigenlijk al van het begin af aan bij. En dat is al 25 jaar of bijna 30 jaar, denk ik. En ik doe televisie, een aantal televisieprogramma's. De Top 2000 onder andere elk jaar, dat komt zo terug. En veel film. Daar bouw je de sets voor? Ja. Ja. Hebben we op een gegeven moment ontworpen. En toen is het voor allerlei programma's ingezet. En nu is het de Top 2000 geworden. Dat wordt elke keer weer aangepast. En met dezelfde club mensen. Dat is heel leuk. En nu? Zit je thuis? Wat doe je? Ja, ik was met de Videoland-productie bezig. En die hield er natuurlijk gewoon spontaan mee op. Na een week kon draaien. Kon niet meer gefilmd worden? Nee, kon niet meer gefilmd worden. En dan wordt het natuurlijk heel lastig. Dan wordt het script herschreven. Corona-proof. Ja. En dan denk ik, ja, maar ga je dat inhoudelijk nog wel waarmaken dan wat je wil vertellen. Ja. Dus dat vind ik heel lastig. Maak me zorgen over of dat dan nog interessant blijft. Ja, het is alsof een marathonloper zijn volgende missie is om kruipend naar het toilet te komen. Dan denk ik, ja, dat wil je dat dan nog? Ja. Dus, en wat mij een beetje nu het goede moment lijkt, is om jongere generatie, wat ik omheen zie van jongeren, die gooien alle disciplines door elkaar. Die hebben nergens een traditie mee om die juist nu veel kansen te geven en ze daarin te begeleiden en alle mogelijkheden om weer een hele nieuwe wereld op te zetten in die cultuur. Is wel ook meteen de kwetsbaarste groep zo'n beetje, want het moet geëxperimenteerd, het is nieuw. Niet. Zij moeten dingen, paden. Kijk, ik heb natuurlijk als oude rot, heb ik zoveel ervaring, weet ik natuurlijk hoe heel veel dingen, hoe ze werken, dat kun je ook niet zomaar vervangen door iemand. Nee. Want het is uiteindelijk is zo'n filmproductie natuurlijk een soort rij in de trein. En als je die stopzet en hij staat heel lang stil, krijg je hem bijna niet meer opgestart. Gaan mensen weg, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Theaterproducties, zoals zo'n Vis-a-Vis, het zijn rare specialisten die je niet zomaar uit de kast trekt. Nee. Het zijn toch een beetje wonderlijke mensen. Vis-a-Vis, grote buitenspectakels. Ja, er zitten heel veel technici in natuurlijk. Grote hijskranen, ja. Vuur, spektakel. Ja, maar er zitten mensen, eigenlijk een hele kleine club mensen die heel veel kan. Maar kunnen die mensen ook niet iets verzinnen waardoor het wel kan? Zit daar niet ook een sleutel? Daar zijn ze natuurlijk mee bezig, ja. Maar die grote buitenproducties die worden pas rendabel als er 500 man, 400 man op de tribune zitten. Dus het is wachten op een vaccin en dan kan dat weer? Nou, dat denk ik. Ik weet het. Ik hoop. Ik weet het niet. Ik zie niet zo snel iets spannends gebeuren voor 100 man, zeg maar. En heb je zelf al gedacht, dan ga ik iets heel anders doen? Of? Nee, ik zit dan wel weer een tekenprogramma op de computer nou te leren. Weet je, dat ik daar wel wat meer mee kan en, bijscholing toch ergens? Een beetje bijscholing. Maar ja. Ik vind wat me dan wel ongerust maakt van ja, hoe gaat dat? En ik kan het ook wel een tijdje redden. Mm-hmm. Kijk, de meeste mensen in mijn omgeving zijn heel flexibel en kunnen heel veel. Dus die rommelen overal wel een beetje tussendoor. Maar als het te lang duurt, dan vallen de clubs weg. Gewoon, denk ik. Dan gaat het niet meer werken. Voor hoeveel man zit jij hier? 40, dacht ik zo. 40 man en dan heb je het over? Heb ik het over decorbouwers, ontwerpers, technici in het theater. Dat soort mensen. Ja. Er zijn er nog veel meer, dat weet ik zeker. Ik hoop dat het. We zetten ze erbij. We zitten inmiddels op 221.063 mensen goed. Die afhankelijk zijn van de cultuur. Fijn dat je jouw stem wilde laten horen. Nou, dankjewel. En minister van Engelshoven die zit hier aanstaande vrijdag. Dus ik hoop dat het de boodschap nog meer onderstreept heeft. Ik hoop het ook. En fijn dat je er was. En ik wil je vragen je handtekening hier op deze inmiddels Wall of Fame ja, te dat zetten. Dat doe ik. Dankjewel. Fijn dat je er was. Geluk. Jan-Willem van der Schoot.